Oké, dat was wel heel random. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal terug bij een nieuwe Content Veen seizoen 3 video. Ik bedoel seizoen 4, we zijn natuurlijk al in seizoen 4. Ik praat heel snel op het moment, ongelooflijk. In de vorige video hebben we deze prachtige enchantment table een upgrade gegeven. Hebben wij het pad van mijn basis aangepast samen met de stoep en de randjes eromheen. Dat ziet er nu een stuk mooier uit. En tot slot hebben wij een begin gemaakt aan mijn mega basis. Ik ben heel blij met het resultaat wat we allemaal aan het doen zijn hier in dit seizoen. In seizoen 4 natuurlijk. Ik versprak me net van seizoen 3, maar ik bedoelde seizoen 4. En ik ben ook heel benieuwd wat er nog meer allemaal aan gaat komen. Maar vandaag is een bijzondere aflevering. In de afgelopen 12 Content Veen video's hadden wij een spel genaamd De Jagers, of weet ik veel hoe we het noemden. En daarin moesten we elkaar vermoorden. Degene die als laatste overbleef had gewonnen en het spel ging een beetje zoals dit. Nee, niemand. Iedereen was helemaal... Ah! Oh my... Hé, hey, en nog één. Nou, dat was jammer. De man naar beneden. Ja. Oh. Dat zit weg. Nou, ho! Oh. Ja, dat eigenlijk. Dus ik heb niet heel veel tijd gehad. Ik wist wel dat het iets te geven was. Nee. Goed, dat is niet iedereen hebben we gefilmd die doodging, maar bijna iedereen zijn dood staat wel op camera. Dan moet ik wel even shout-out doen naar Joris, die heeft vooral de meeste mensen vermoord. Maar er is natuurlijk maar één winnaar en we hebben een prijsuitreiking voor dat persoon die heeft gewonnen. We gaan nu heel even naar het podium toe lopen. Iedereen zou een prijs meenemen voor deze gewonnen knaap. Ik ben heel benieuwd wat iedereen heeft meegenomen. Ah, zo te zien zitten er al een aantal klaar daar. Laat ik maar ook gewoon die kant op gaan. Alleen, de Floor is er niet, meneer KB is er niet en Harlow komt als het goed is elk moment hierheen. Harlow is onder... één kat, dat doet hij ineens hier. Harlow is als het goed is onderweg. Dus dat komt goed, jongens. Hey, welkom allemaal bij deze huldiging voor de winnaar van het prachtige evenement genaamd De Jagers of zo, hoe het ook deed. Nee, niet jij, Rick. Jij hebt verloren. Jij bent echt al heel vroeg dood gegaan. Echt een beetje een loser ben jij. We kunnen ook wel een soort van poedel loser prijs doen die even hier een praatje mag doen en zo. Maar, ja, maar dan is dat Ricky. Oh. Waarom Ricky? Eigenlijk Joris. Ricky is dood gegaan door mijn prank. Dat klopt. Dat is wel ultieme loser. Jongens, ik wil de winnaar bekendmaken. We weten allemaal wie het is. Justin, sta maar op, jongen. Kom maar even hier naar het podium. Dat is de verkeerde kant. Justin, die kant. Kom maar even naar het podium, Justin. Dan ga ik wel even op jouw plekje hier zitten. Justin, allemaal juichen. Hoi, kijkers. Justin heeft gewonnen, jongens. Woe! Nee, niemand juicht. Ja, Justin. Justin. Dit is een speech. Bedankt voor mij niet te killen. Dankjewel. Alsjeblieft. Lang man dat je op vakantie was. Ja, je was de eerste week van het spel op vakantie. Ja, weet je hoe slim dat is? Cheater. Valsspeler. Ja, we hebben allemaal een cadeautje voor hem meegenomen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, wie is de eerste? Wie is de eerste? Ricky, ga jij maar. Dacht jij maar het eerste cadeautje. Nou, je bent natuurlijk een boer, dus ik dacht, ik help jou gewoon even een handje. Met heel veel van deze. Gewoon ziet. Maar ook echt heel veel. Zeg maar alles wat ik heb. Leuk, hè, Justin? Zo goed dat hij gewoon weggaat. Justin, je moet accepteren. Ik moet accepteren, sorry. Hij heeft nog diamonds voor je. Maar dat zeg, zou ik deze nou gaan houden? Ja, mag ik ze weer houden? Nee, dat is goed. Nou, Char, jouw beurt. Ik heb er 5. Wie gaat overtreffen? Wie oh wie? 5. Ik heb eenmaal. Nee. Voor jou. XP levels. Oh. Oh. En nog wat boekjes. Oh. 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 Dat is wel heel mooi. Dat is wel heel mooi. Nou, wie treft? Wie gaat er overheen? We begonnen met diamonds. Dit is hoger, dus dit moet ook hoger zijn. Ik heb iets wat denk ik iedereen overtreft. Ik heb iets waardevols. Voor de rest van je leven zal dit enorm waardevol zijn. Namelijk... Een piet. Een eigen goudvisje. Oh, Justin, weet je hoe leuk dat is? Ik heb Guppy! Justin! Ja, ik hoop dat je de rest van je leven heel veel plezier beleeft samen met Guppy. En dat je voor altijd gewoon ergens in jouw basis... Ik heb nu al zin. Ik ben ook morgen vroeg wakker. Lekker uit bed, pannetje op vuur, Guppy erin, lekker uit bed. Justin, dat kan je niet maken. Niet. Hij is een huisdier. Hij is een huisdier. Sorry, ja, maar niet uit. Volgende. Hij is geen kibbeling. Nou, Seesommo. Ja. Kerkendoos. Onze Stijn. Ja, ik heb een zadel. Thanks.
Maar ik heb ook nog 3 diamonds. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel heel leuk, inderdaad. Dankjewel, hè. Hey, ik zag volgens mij Harlow lopen, jongens, daar. Ja. Maar wacht heel even op Harlow. We wachten wel even op Harlow. Harlow! Harlow! Yeah! Harlow! Je bent een soort van al net op tijd. Je mag gelijk het podium op en je prijs aan Justin geven. Oh, ja. Maar... Wel even je armor uitdoen. Ja, dat heb ik bij. Ja, maar dat kan niet. Waarom kan het niet? Lever dan je armor in. Nee, dat is wat ik voor jou heb, Justin. Nou. Kijk, dan kan ik mijn armor kwijt. Dit is een leuke loop. Justin, ik heb voor jou niet 1 impaling bij. Oh, niet 1 impaling bij. 2 impaling bij. Oh nee. Oh, wat vet dit. Dat had ik niet gedacht. Maar het zijn er 3, jongens. Nou, 3 in peling 5. Omdat je zo goed je best hebben gedaan. Ongelooflijk. Thanks. Heel hartelijk bedankt, meneer de kampeerder. Ja, leuk. Bedankt. Nou, maar gelijk een plekje uitzoeken. Nee, niet hier. Niet hier. Nee, niet daar. Niet op mijn schoot. Nee, dat zat ik. Nee, ook niet daar. Dat zat ik. Nou ja, daar kan je, ja. Dat kan. Oké, mag ik? Wacht, moet eerst... Wie zit er op mijn hoofd? Waarom zit je op mijn hoofd? Kom op mijn hoofd. In dat dak af. Ga je nou serieus tijdens dit prachtige moment de tukken Oh, sorry Arlo. Auw. Kan gebeuren. Justin, ik heb een aantal dingen voor jou. Je mag kiezen of je alles wil houden. Ik heb ten eerste 3 stack cactus. Dat komt altijd van pas. Hoezo zit je tegelijk te lachen? Ik ben serieus hier. Wat is ondertussen zijn eigen winkel aan het promoten? Ik heb bamboe voor je. Dat kan je ook in de maktes kopen. Overal zoals jullie al zitten, allemaal de maktes beschikbaar. Dan heb ik voor je 2 stack core ore. Dat is altijd handig. Maar ik zelf nog moet hakken? Ja, maar dan kan je met fortune kwijt hakken. Dan heb ik voor je een 1/2 stack ijzerblokken. Dat is wel goed, toch jongens? Ja, dat is wel goed. Ja. Dan heb ik nog Harry, de pufferfish. Dat is ook huisdier? Ja, dan heb ik hier nog Michael, de pillager. Die kan samen met zwemmen. Ja. En je mag van mij hebben Ogermax. Die mag je ook hebben. Die is voor jou. Die vind ik wel vet. Die is wel vet. Ja, die is wel vet, hè, Ogermax. Wie biedt er wat voor dit prachtige ogen? Nee, dat is een cadeautje. Hey, Floor is er trouwens ook in deze. Ik heb voor een peling 5. Oh, jij met je inpeling. Nee. Oké, René, jouw beurt. Cadeautje voor de... Kan iemand René de talk zijn? Want René die kan niet praten. Kan, ja, dat kan ik wel. Dat is Rick. Oké, Rick doet het. Ja. Rick is je talk. Of ik bedoel René, ja. Krijg je baard wel dan? Oké, Justin, we komen eraan. Justin. Oh. Justin, kom maar. Kijk, Justin, ik heb speciaal voor jou deze zwarte kat geregeld voor extra veel ongeluk. Want zwarte katten brengen ongeluk. Sorry, ik mag niet meer de tolk zijn. Oké. Maar ik neem mijn kat wel overal mee naartoe, dus ook naar de end, toch? Dat mag niet, Oké. Nou, je zin is hier gewoon voor jou. Ik heb een kat, ik ga eten. Jullie mogen bepalen. Snot. Dit is snot. Ik hallo zeggen, snot. Let je wel op dat snot. René, waarom kom je nou niet meer naast mij zitten? Nee, wil ze niet meer. Oh. Ik heb hard gewerkt aan mijn cadeau voor jou. Ja. Ik heb moeite, nog tijd bespaard. Ik heb hier voor jou een zelfgeschreven verhaal over jouw boerenleven. Is hij lang? Hij is 5 of 6 bladzijdes. Oh nee, dat is toch voor je 6 privé momentje. Ja. Dus die mag jij lezen. Ik moet heel even iets droppen hoor. Wat dropt nee. Oh, ik dacht even dat die boek dropte. Wat voor je nou? Stel je voor schoenen. Dat boek gewoon gooit hij gelijk weg. En omdat jij het bent, heb ik hier ook nog 4 diamonds voor jou. Ik ben rijk. Ik kan van een setje full diamond maken zo meteen. Ja. Maar geniet van het boek en laat weten. Het is part 1, dus er kan nog een part 2 komen. Oké. Ja, dat vind ik netjes. Nou, Floor, heb je ook wat meegenomen? Je hebt niks meegenomen voor die jongen. Floor! Het hele idee was dat iedereen wat meenam. Wel blij je dat ik er ben. Zo. Heb je niks meegenomen? Ik ben het cadeau. Jij bent het cadeau gewoon. Hoeveel levels heb je? Kan je bij mij de afwasmachine even leegruimen dan? nee, denk ik niet. Dat is niet lief. Ja, iedereen heeft wat meegenomen voor een Floor. Ja, maar ik kan letterlijk niet. Ja, maar is goed of zo. Harlo was ook te laat, maar die had dus nog iets bij zich. Ja. Ik heb wel iets. Ja, dat heeft hij al gewoon een gehad. Ja. Hier, doorgeven jongens, doorgeven. Nee, dat waren beter. Thanks. Hey jongens, dan gefeliciteerd Justin. Dan kan iedereen's naam kan gewoon weer grijs worden. Ook hartstikke leuk. Dan gaan we binnenkort beginnen met het nieuwe spel. Dat is nog niet klaar, maar iedereen weet al wat het is. Alleen we houden het voor de kijkers. Houden we het nog even geheim wat het volgende spel is, oké? Het is geheim. Oh, het is geheim. Het is geheim wat het volgende spel is. En zijn we dan nu klaar? Ik weet echt niet wat het is.
Mag je even zitten? Kom, gaan we even zitten. En je kat mee? Neem Snot mee? Snot de mouse? Nee, mag hier blijven. Jij mag hier blijven staan, prima. Jongens, zijn jullie klaar om naar de end te gaan en waarschijnlijk allemaal dood te gaan? Althans, ja. Nee. Vooral Joris en Shard harde werk laten doen. Ik had nog wel één vraag. Ja? Mag ik Angelique meenemen? Ja, natuurlijk. Yes. Wat is er zo mooi? Wat? Dat weet ik veel. Ik kan je horen jou ja zeggen, ik dacht misschien wil je wat zeggen. Nu heb je wat te zeggen. Kom, speech van Zombo. Bij deze. Oh, oké. Okay. Ja, Zombo, zeg het even. Nou, ik vind het jammer dat ik niet heb gewonnen. Jij bent tweede geworden. Ik ben tweede geworden. Ja, jij bent een hele erge loser. Zo. Misschien wel. Je kijkt ook wel zielig, moet ik zeggen. Ja, ik ben niet blij. Hey jongens, zijn jullie klaar om naar de end te gaan? Char, jij hebt als het goed is de end gevonden, toch? Ja. Nou, dan bezig, zou ik zeggen, Char. Laten we die kant op gaan. Ja, let's go! Rustig aan, ik moet mijn spullen nog afleveren. Ja, oké, Justin moet zelfs spullen. Oké, laten we meeten bij het huis op stelte van een zombie. Hallo, stap even op, we zitten met z'n allen op het paard. Hallo, kom. Het is een ezel, Max. Een ezel, sorry. Ik zit er al op, wat is dit, joh? Oh ja, sorry, ik heb je hoofd gevonden, die heb ik er even op gedaan. Okay. Zit je? Ik heb alleen... Wacht, zijn Zombo, je kan eindelijk je huis in nu. Ja, ik kan zijn huis in. Nee! Oh, we storten in. Toren van Pisa. De kom maar jongens. Pisa, stort in, alles zitten. Kom, we gaan Justin even ophalen. Moet jij goed opletten, Rick, dat je niet per ongeluk iedereen pijn doet. Dat nee joh, dat komt helemaal goed joh. Ik denk als we doorgaan dat we de bovenste verdieping van Ricky's toren hebben. Ja joh. Justin. We zijn... Justin, ben je boven? Kan iemand door zijn raampje kijken? Ja, Max, jij denk ik net. Hey, Justin. Nee, Ricky. Precies, Ricky. Justin, we zijn... Justin, hallo. Hallo Justin. We komen je ophalen. Nee, nee. Ik kom eraan, moment hoor. Super. Trapje? Nee, wij zijn het trapje. Ja, wij zijn het trapje. Je kan gewoon opstappen. Moet ik aan jullie gewoon omhoog klimmen via de schouders. Stap maar op. Justin. Jij mag bovenop, Justin. Komt-ie. Yes, oké, we kunnen. Nou, daar gaan we jongens, op groot avontuur met z'n allen. Heeft iemand een bed meegenomen die we daar kunnen gebruiken als spawn points? Ja, ik heb er twee. Dus oh, oké. Ik heb ook een bed. Heeft er ook iemand Eye of Ender mee? Nee. Oh. Jij wist het. Had je die nodig dan? Dat weet je niet, toch? Ik heb wel een Ender chest mee. Maar nou, ik dacht ik moet alleen de portal zoeken. Nee. Nee. Nee, ik geloof Char niet. Ik geloof niet. Char is aan het trommelen. Ik denk als we daar aankomen, heeft ze allemaal Elytra's al een kistje gemaakt. Char is nog niet eens in de end geweest, maar heeft 100% al een Elytra. Ik vertrouw dit niet. Het is echt heel raar. Dat is ook een reus werd als je hier first person boven zit. Ja, dus, maar deze drone is wel een beetje schokkend, moet ik eerlijk zeggen. Een zieke drone. Ik denk dat we hier het best kunnen afstappen. Nee, afstappen gaan we niet doen. Ja, maar de ingang heb ik heel tactisch in het water gemaakt. Ja, maar hoe moet ik Angelique meenemen dan? Laten we onze beurt afstappen. Onze beurt afstappen. Nee, dat kan niet. Oh, dat gaat wel. Hier, dat is onze beurt. Dat ging netjes. Oh mijn god. Char, jij hebt bijna 100%. Heb jij die dingen bij je. Zodat lava weggaan? Ik zeg al net, ik heb ze niet. Je hebt een bed neerzetten. Wat heb je op je hoofd? Wat is dat? Een zilvervis. Is dat een zilvervis? Zee-egel op je hoofd. Nee, moet er even niemand serieus die dingen mee? Nou, ik zeg net, ik heb ze niet. Maar Joris wel. Ja. Toch? Nee. Wat? Nee, jongens. Ik dacht dat er een grapje was. Ik geloof het niet. Ik geef het aan en niemand gelooft mij. Dus ik dacht, ik geloof het zal ook wel. Niet. Geloof niet. Vermoord er. Is er al een bed hier? Oh. Ja, Arlo is dood. Heeft iemand water? Dat het lava hieronder even dicht kan? Ah, trouwens, ja, maar er moet wel een torch zijn. Gaan toortjes zoeken. Oké, waar is het bed? Laten we het bed vastplaatsen. Dat is handig. En gewoon ergens. Hier, kijk. Dit, jongens, iedereen even je spawn point hier zetten. Gewoon, en het bed niet meer slopen. Dat je spawn, als je dood gaat, spawn hier. Gaat Rick het, denk jullie, redden? Hij is nog steeds onderweg. Nee, hij is zijn ezel aan het iedereen aan het brengen. Ik denk dat Rick het wel gaat redden, maar zijn ezel? Dat weet ik. Is het niet hetzelfde, Rick en een ezel? Gaat nooit levend eind inkomen, denk ik. Ja, ik denk dat het al eerder is. Maar zal ik dan maar terug om die ender uit te halen? Of gaan we nee, ik geloof je niet. Je hebt echt wel bij je. Ik vind het toch interessant dat jullie maar niet geloven. Oh, mijn god. Duur een screenshot van je inventaris. Okay. Nu. Ja, sorry, je moet even naar mijn modder in het folder. Je hebt het. Ah! Ik moet even naar mijn modder in. Nee, als het echt zo is, haal ze nu maar dan. Haal het nu maar op dan. Als het echt zo is. Ja, tuurlijk. Oh mijn god, ja. Tuurlijk. Ik ben toch niet zo slecht dat ik die dan niet meeneem. Ik ga deze energy slopen voor Joris. Nee. Dat was mijn enige enderchest. We gaan naar de end, kom maar goed, joh. Moeten we hem aanzetten vast, de portal voor je? Wacht even. Want die ezel gaat verder eerst, hè? Ja, niet verder hakken. Nee, je moet eerst een spawnpoint zetten. Jullie moeten je spawnpoint zetten, Rick, voordat je ezel doet.
Ja, oké, okay, wacht. Nou, wacht, heb je nog een hekje? Heb je nog een hekje, Just? Ik kan onderdoor. Ja, ik kan onderdoor. Daar staat hij, Justin. Daar staat Bert. Wacht. Bouw er even iets boven dat wij veilig kunnen droppen. Je kan nu toch net ook al gedropt. Ja, maar ik zit toch met die ezelmaatje. Je kan toch erin springen? Oh, ja, dit is ook goed. Jezus. Ja, oké. Angelique is er ook. Nou, ik zou zeggen, Char, aan jou de eer om hem aan te zetten. En aan die stomme stinkezel van Rick de eer om als eerste in te gaan van iedereen. Oh. Gaan we zitten? Ik vind het wel goed. Oh, wat herrie. Nou, Rick. Moet ik proberen? Moet hij echt alleen of moet ik mee? Ja, alleen is misschien wel leuk. Dan is de ezel eerder dan wij in de end. Oké, komt ie. Angelique, succes hè. Kom, oh mijn god, Angelique! Angelique has made the achievement, the end. Die heeft de ene drengen al verslagen nu. Ja, Angelique is even aan het scouten. Gaan we? Of? Maar niet allemaal tegelijk, want dat gaat fout. Ik zou het wel verwachten. Oké, je zit niet zo. We horen hem natuurlijk nu ook niet meer. Oké, we gaan wel om de beurt. Oké, ik gooi. Ja. We weten niet of het veilig is daar. Ik ga ook wel. Zo raar. Shift in houden. Prima span. De ezel moet... succes, ezel. Hij is van Rick. Ja, nee, iedereen heeft op de ezel zitten. Oké, kom. Ezel. Gaan we weg. Water! René, ik dacht dat jij een dierenvriend was. Jongens. Chips. Ten aanval! Let's go! God. Is dit serieus hoe we het gaan proberen? Jongens, wat gebeurt hier? Hallo, kom! Het gaat goed. Op de ezel. Het gaat goed, jongens. De enemies kunnen jullie niet pakken. Ik ga helemaal niks doen, ik ga toekijken. Ik heb een zeeegel op mijn hoofd. Ja, ik zit. Goed zo. Justine. Ik weet niet wie dat deed, dat was René. Goed schot. Ik ga elke Enderman aankijken, jongens, om het te spannend te maken. Waarom is het ooit een Enderman? Ja, ik heb elke Enderman aan. Deze pakken. Ik ga ze allemaal aankijken. Kijk naar beneden. Nee, ik wil op Rick zitten. Rick, kom hier. Rick. Omhoog. Er moet eerst iemand anders René zitten. René, Max, zo kom. Max, kom. Ja. Oké, niet afstappen. Alsjeblieft niet afstappen. Die ding moet even dood. Die dingen moeten dood. Oh mijn god. Ja, dit gaat soepel, jongens. Wacht, die ding moet even dood hier. Ah. Kan iemand een Enderman platform maken? Want ik heb te veel Endermans achter. Ga in het water. Nee, maar ik heb een platform nodig. Dan kan ik ze ook doden. Nee, wacht, ik maak al even voor je. Hoe staat het ervoor met de draak? Is de draak al dood? Ja, is de draak al dood? Hier, Max. Ja, dankjewel, Rick. Top. Jongens, ik zit vast. Ik zit op Max. Wie is de Enderdraak trouwens? Is eentje basically aan het verslaan? Ja, dat is Char natuurlijk. Char en Joris zijn volgens mij aan het grinden daar. Kijk, ze staan te grinden. Ik race gewoon even dood. Volgens mij zijn alle kristals een stukje. Succes met de Enderdraak verslaan, jongens. Nee! Help! Nee! Justin is dood! Dat is de eerste. De enige tot nu toe. Is hij bijna dood? Ik wil zijn XP. Ik ga zijn XP proberen op te pakken. Hoe is hij nu al zo dood? Ja! Hij is dood! Hey! Oh, Endermans, jongens. Endermans. Ah. Enderei. Wie heeft hem gekild? Wie is de gelukkige? Nee, dat is toch? Oh. Nee. Ik heb niks mee! Ja, per ongeluk! Hij viel gewoon op mijn hoofd. Waar is het ei dan? Hij viel op mijn hoofd. Dankjewel. Oh mijn god. Waar is het ei? Waarom word ik nou weer gelanceerd? Weet ik niet. Justin, ik heb de XP, het is helemaal goed. Huh? Oh, Rick heeft hem. Heeft Rick hem? Ja. Maar waar is Rick? Is hij in de overworld? Is hij in de portal gevallen? Ja, hij is in de portal gevallen, denk ik. Dat is dan weer het gevalletje wel weer. Hey, dat was een leuk avontuur met z'n allen. Dat hebben we snel gedaan. En dit is de eindbaas, hè? Ja. Ik heb hem niet eens geraakt. Ik heb ook geen ding gedaan, maar ik heb wel de XP opgepakt. Nou, dan jongens, de mensen die naar huis gaan. Heel veel plezier. Ik ga met jullie mee. De mensen die nu de end gaan reden en die Lytra's en chocoboxes. Veel plezier, succes. Mag Harlo dood. Justin rijdt er gelijk achteraan. Is hij boos op mij? Ah, waarom ben je boos op mij? Oh jee. Nou jongens, succes in de end met de chocoboxes en die Lytra's. Ik ga terug. Leuk. Ja, ik ga het nog niet overleven. Waar is Harlow? Zijn zomer teleporteren weg? Oh, je gooit een enderpearl. Max. Jij gaat hem erin slaan, hè? Nou, Nee! Oké, ik spring wel in. Ik spring wel in. Nee.
Nee. Ik ga erin, ik ga erin. Ja! Jeetje, jongens, wat was dat een avontuur, hè. Eerst met z'n allen opgestapeld, daarna de enderdringen verslagen. Ik heb helemaal niks gedaan, letterlijk geen moeite. Ik heb een paar endermensen aangekeken. Die werden boos op me, die heb ik toen vermoord. Toen was de enderdringen ineens dood. En ik met heel veel geluk pakte ik de XP op, gewoon letterlijk. Dus zoals je nu kan zien, hebben we 68 levels. Dat is echt heel veel. Als het goed is, heeft Rick uiteindelijk de Ender Egg opgepakt. Dus ik ga heel even langs bij hem om te vragen wat hij ermee gaat doen. Want het is wel leuk als hij natuurlijk wat voor de server meedoet. En volgens mij zijn Ricky, zijn Char, zijn Joris, René en Floor zijn momenteel de end aan het reden. Die zijn dus naar Chocoboxes aan het zoeken, naar Elytra's aan het zoeken en weet ik wat allemaal. Ik had daar oprecht geen zin. Ik vind dat nooit leuk. Ik wacht wel gewoon tot er een winkel is gemaakt. We hebben een indringer, Rick. Hey, jongens. Hey, meneer Bloosberg. Hey. Wat voor winst heb je uiteindelijk, Justin? Jij, want je hebt net allemaal cadeautjes. Heb je het in de kist? Ja, het is privé. Mag ik het zien? Nee, ik wil het zien. Oké, is goed. Ik wil het heel graag zien. Ah. Oh, ik ben heel benieuwd wat je eigenlijk uiteindelijk allemaal gekregen hebt. Ik hoorde het net wel, maar ik kom even mee in jouw prachtige, niet ingerichte huisje. Mag ik ook mee? Ja, Rick, kom gezellig mee. Natuurlijk, welkom. Kijk, in deze kist zit alles wat ik heb gekregen. Oh mijn god, je hebt oprecht best wel goede dingen. Vooral die boekjes, mending, ja, behalve impeling 4. Behalve impeling, inderdaad. Een zadel is altijd zeker voor een boer fijn. Je hebt een Michael. Is leuk. Michael heb je. Je hebt een Bogen Max. Ja. Harry. Stack en Chan. Je hebt best wel veel goede dingen. Ja. Als je trouwens ooit nog meer cactus wil, je hebt perfect uitzicht hier trouwens. Op die winkel daar. Ik moet alleen het hoofd nog even veranderen. Maar, hè. Nee, ik wil het hoofd zo houden. En de Rictus, die is goed, hè? Maar ik zie nog steeds geen post binnenkomen, hè, van eten enzovoort. Ik weet niet hoe dat... Kijk, je hebt een vlees, maar dat verkoop ik dus niet. Weet je? Hier komt hij. Ik heb wel diamonds voor betaald voor deze. Oh, Rick gaat het trouwens oppakken. Zo. Maar mag ik dan nu wel... Dat ging je al, hè? Mag ik dan nu wel gratis iets uit de SRV-truck halen? Ja, je mag 1 plus 1 gratis. Oh, 1 plus. Ik moet sowieso iets betalen. Je moet sowieso iets betalen. Maar ik heb geen diamonds. Ik heb je al mijn vlees gegeven. Ik heb geen diamond. Oké, top. Dan ga ik 1 dingetje uit je SRV halen. Dat is goede business. Maar plus 1 plus 1 gratis. Ja. Kies voorzichtig. Okay, ja, komt goed. Ik ga kijken wat ik ga halen. Niet die linker halen. Nee, niet die linker. Oké, jongens, de SRV-wagen. Zo te zien zijn ze druk bezig in de end. Ik mag hier wat gratis eten halen. Ik heb me lekkere vlees ervoor ingeleverd. Ik kan eitjes halen, vrije uitloop-eieren. Ik kan geschraapte wortelen kan ik halen. Halfvolle melk. Ik kan rode bieten. 5 kilo boerenvolkoren gesneden brood. 2 ook echt, kost het 1. Oh, 10 kost 1, oké. 100 gram 1 diamond. 100 gram, of 800 gram, oké. Gewoon aardappel. We hebben hier ook nog aardappel nieuwe oogst, 1 kilo. En we hebben hier pittig aardappelletje. Ik wil graag, denk ik, 800 gram aardappel. Hier wil ik zo. En dan wil ik ook wel 1 pittig aardappelletje. Ik mag 2 plus 1 gratis. Nou, dit is wel echt gewoon helemaal leuk hier zo bij de... Bij de SRV-wagen van Justin. Ik hoorde ook van Justin dat deze wagen blijkbaar zichzelf gaat verplaatsen. En binnenkort dus ergens anders zal staan. Dat wordt nog wat. Justin! Ja, wat is er? Wat zit je te... Rick! Wat? Wat zit je te zuchten dat ik aankom? Ja, hij wil net zijn mooi verhaal die ik heb geschreven voorlezen. Ja, hier kom ik natuurlijk door. Ik wil alleen even vertellen dat ik 800 gram gebakken aardappelen heb en 1 pittig aardappelletje heb ik me gekocht. Ja, maar dan moet je wel die pittige aardappel door die andere gebakken aardappels heen doen, want anders is hij wel heel pittig. Nee, ik kan er wel tegen. Hou ik ervan. Vind ik lekker. Oké. Ja, nou, ja. Geniet ervan. Dankjewel. En ik zie je binnenkort, je weet het, nooit ergens anders meer eten kopen. Ik zal nooit ergens anders meer eten kopen, zonder het jou te vertellen. Oké. Oké, hey, dag hè. Dag Rick. Dag Justin. Dag Rick. Doei. Goed jongens, laten wij dan nu lekker terug naar huis. Wat een mooi uitzicht is dit trouwens. Ik wil zeggen, laten we naar huis gaan. Maar als je dit zo ziet, gewoon... Je hebt daar Joris' basis daar. Je hebt daar Char's basis. Je hebt daar meneer KB. Dan heb je daar nog mijn basis boven. Het is echt best wel een prachtig uitzicht vanaf hier. Die Justin heeft het niet slecht, moet ik zeggen. Die Justin heeft het zeker niet slecht. Goed jongens, laten wij gelijk mijn pittige aardappel eten. En ik denk dat ik hier heel veel spijt van ga krijgen. Ik heb er nu al spijt van. Jongens... Eet nooit pittige aardappel op. Goed, ik denk dat ik in de volgende video een begin wil gaan maken aan mijn megabaas. Althans, het begin, het vervolg van mijn megabaas. We hebben natuurlijk al in de vorige aflevering een mega begin gemaakt aan de megabasis. En ik twijfel om al deze kisten op te ruimen en in mijn magazijn te gooien. Want zoals jullie kunnen zien, jongens, heb ik niet heel veel ruimte meer in mijn magazijn. En zeker niet voor al die kisten daar. Dus misschien moet ik een kelder maken. Of ik moet gewoon wachten tot mijn megabasis en dat ik daar een nieuwe grotere chestkamer maak. En daar al die spullen stop. Laat maar
maar even weten in de reacties. Kom op, even nu. Even typen. Max, ik vind dat je dit moet doen. Bla 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 bla. Klik gelijk op het duimpje omhoog. Klik gelijk op de abonneerknop. Hey, dat is helemaal goed gewoon wat jullie nu gedaan hebben. En onthoud, het zijn echt enorm veel kisten die we hier hebben staan. En ze zijn allemaal gevuld, jongens. Geen enkele kist hier, behalve deze dan, is leeg. En deze blijkbaar. Op die twee kisten naast zitten ze helemaal vol met gewoon blokken. Vooral met steen en vooral met dirt. Goed, jongens. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik vond het in ieder geval een hele gezellige video. Een keertje wat anders dan bouwen. Een keertje wat anders dan progressie. Gewoon gezellig met iedereen. Behalve dus meneer KB. Meneer KB, ik hoop dat je de volgende keer wel bij bent. Want we misten je wel enorm. Maar ik vond het in ieder geval heel gezellig. Vond je nou zo'n leuke video? Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk een video, een serie, een Minecraft-serie met Roy. Ja, inderdaad. Met Royalistic, Minecraft Survival. Zeker leuk om te kijken. En nu spreek je later. Glaasje water. Tot de volgende keer.